Ik ben Wim Daniels, schrijver van beroep en sinds een jaar of zes speel ik ook in het theater. Stadsdichter van Helmond. Ik heb veel gedichten over Helmond geschreven, ook veel in het theater in Helmond gestaan. En ik ben nu genomineerd voor Helmonder van het jaar. Ik was natuurlijk wel verrast omdat ik niet in Helmond geboren ben, nooit in Helmond gewoond heb, nu in Eindhoven woon, ik kom uit Aalriksel. Maar ik denk dat de nominatie vooral gaat over iemand die iets voor Helmond betekend heeft. En in die zin heb ik denk ik wel iets voor Helmond betekend, want ik heb er echt mijn best voor gedaan. En ik vind Helmond echt, als mij vragen wat is de stad van Nederland waar je hart naar uitgaat, is mijn antwoord altijd Helmond. Er is geen enkel stadsdialect in Nederland dat zo uitgesproken is als het Helmonds dialect. En voor vreemden klinkt het een beetje hard, maar in die harde kern zit iets heel zachts. En dat zijn toch ook de mensen van Helmond zelf, die misschien wel uiterlijk een harde schil hebben of die hard kunnen klinken, maar er zit een hele goede aard in. En dat is vooral mijn band met de stad, de taal en via die taal de mensen, of de mensen en via die mensen de taal. Ik denk niet dat ik per se zou moeten winnen, want mijn medegenomineerden, die zeer sterke kandidaten zijn en die ik hoger inschat qua kansen dan de kansen van mezelf. Mijn favoriete Helmonds woord is, dat is echt wel een Helmonds woord, is toch het woord wonnie. En dat is een samenstrekking van waar of niet waar zou je kunnen zeggen. En dan heb je een zin gezegd en daarachter plak je dan stevig als het woord wonnie.